Diksmuiden, bekend van de IJzertoren. Waar ieder jaar de ijzerbedevaart herinnert aan de gesneuvelde Vlaamse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Met de boodschap vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Nu ook bekend van het historisch verkiezingsresultaat. Zowat één kiezer op de vier stemde hier gisteren op Vlaams Belang. Wij zijn hier racist. Wij verdragen gewoon niet meer dat we de kop ingedrukt worden. Dat is van mevrouw. Zou 48 jaar moeten werken voor 941 euro pensioen. Wat blijft er over voor het leven? Op mij dan niks. Ja. Niks? Niks? Zeg het maar. Zeg het maar. Niks. En dan zie je, we gaan dit doen en het geld gaat naar het buitenland en het geld gaat naar de vreemden. Nee. Op wie hebt u gestemd gisteren? Ja, gewoon Vlaams Belang. Ja. Het is niet schrijven, gelijk als we zeggen. Het is de screen. Ik denk dat hem lang gaat gillen, de screen. Het is zo, het is zo. Een beetje verandering. Ze hebben het verdiend. Ja. Ze hebben het verdiend, ze hebben erachter gevraagd. Het is zover. En dat ze nu maar oppassen, als ze nu niet luisteren naar de mens. Ik denk dat de schreeuw luid genoeg geweest is. Het een fameus schilderij, hè? De screen. En ik denk dat het overtroffen is. Ja, we zien hier ook meer en meer mensen rondlopen die gesluierd zijn en die anderskleurig zijn. Niet dat wij racist zijn, maar we werken dat ook op. Ja. En dan hoor je in de media niets anders van in Brussel en hoofdsteden problemen met de immigratie. We zijn een beetje op ons weerhouden voor wat er gaat gebeuren. Hè. Als het niet gestopt wordt aan de grenzen, ja, worden we gewoon ondergelopen eigenlijk, hè, door de vreemden. Herstal aan de boorden van de Maas, vooral bekend van de wapenfabriek en als een bolwerk van links in Wallonië. Nu ook van het uiterst linkse PTB, de Partij van de Arbeid. Ils comprennent bien ce que le peuple ressent en fait. Ils disent vraiment ce que le peuple ressent. Et donc c'est pour ça que les gens votent PTB, tout simplement. Ils essaient de diminuer les taxes pour les poubelles. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils défendent les travailleurs sur le lieu de travail. Ils ont été tous ouvriers et ils savent c'est quoi de faire 8 heures de travail par jour, les heures qu'on fait en plus quoi, au boulot. Vous allez au Parlement, mais vous avez travaillé ici pendant 21 ans. 21 ans. Ben oui, parce que. Je pense que c'est important qu'on ait aussi au Parlement des représentants de l'ensemble de la société et pas seulement des gens qui ont fait des hautes études. Quand vous voyez M. Renders avec 11 000 euros par mois, à la limite que leur course, c'est leur course d'un jour, et bien, à certains citoyens, on va dire même d'Herstal, c'est du mois. Quoi. Les gens ne s'occupent pas de politique parce qu'ils ont aussi l'impression que ce n'est pas pour eux. Pour moi, ils sont tous le même. À la TV, beaucoup blablabla, bla, 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 et après, ils font rien du tout. C'est comme ça. De woede als voedingsbodem voor een extreme stem lijkt dezelfde aan de andere kant van het land. Het zijn vele mensen, denk ik, die niet voor de extreem rechts gestemd hebben, maar die ja, een beetje beu waren zeker, van de huidige situatie. Ja. Mensen stemmen voor veranderingen. Hè? Vreemd genoeg is de tegenstelling Vlaanderen-Wallonië hier niet van tel. Ik ben een Vlaam en mijn man is een Wal. Dus wij zijn toch ook al 36 jaar gelukkig getrouwd. De mensen staan daar niet bij stil, hoor. Ja. De gewone mens wil maar één ding, hoor. Dat we allemaal goed overeen komen. Ja, maar wel mijn vrienden in Wallonië. Hè. Op de grens van Eindhoven en Namur. Zij doen het links, wij doen het rechts. Omdat zij ergens geen rechts hebben. Hè. Zij hebben geen rechts. Zij kunnen niet. Als ze willen een protest uitbrengen, moeten ze links gaan, want daar is niks rechts. Nadia Moscufo, vroeger in het warenhuis aan de kassa en nu dus naar het parlement. Merci voor het soutien. Salut. Marche bien.
Het klinkt misschien als een opmerkelijk resultaat, maar hier in Herstal komt de forse winst niet als een verrassing. Toi, tu viens quoi, l'homme? Député fédéral, ça s'appelle. C'est magnifique. Viens gaan voir, hè? Ben, c'est sûr que viendra. Vlaams Belang en de PTB PvdA, de uiterste als overwinnaar. Extrême droite en Flandre, l'extrême gauche en Wallonie. Est-ce que les extrêmes se touchent, vous croyez? Il faudrait pas avoir d'extrêmes surtout. Il faudrait qu'ils s'entendent tous, mais ça va être compliqué. Ils nous traitent de quoi? Oui, ils ont osé nous mettre sur le même pied. Ouais, ils osent. Donc, que ils les autres, alors que les autres prônent la haine et nous la solidarité. Oui, voilà. Je comprends pas. Je voudrais que on ait des partis qui s'entendent. Et des gens qui acceptent les autres, qu'ils soient de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle conception philosophique. Malheureusement, de votre côté, je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas le cas. L'avenir nous le dira, mais je ne pense pas que ça va nous amener à quelque chose de bon, la Belgique. Personnellement, non. In Diksmuiden willen de Vlaams Belangkiezers dat naar uw schreeuw geluisterd wordt. Die cordon sanitaire moet gebroken worden, sowieso. Sowieso. Waarom mogen al die Vlamingen niet gehoord worden? Waarom moeten die in een hoek gedreven worden? Dat gaat toch niet op? We zijn ook mensen. We werken, we betalen, we doen, we dragen mee voor alles. Kunt jij ons zomaar niet op de kant schuiven, hè? Ze moeten zeker meegeven. En als ze dat niet doen, dan gaan er nog brokken vallen, hè? Als er niet wordt nu ingegrepen bij de volgende verkiezingen, wordt het nog slechter, denk ik. Ik denk dat het dan meer extreem had gestemd worden. Als het nu niet lukt, als er geen verandering komt, is het de volgende keer nog slechter, denk ik. Dat is mijn opinie. Ik ben geen politicus.